Ik ben Brenno de Winter en ik maak me altijd druk over de informatiesamenleving. En ben vooral bezig met de gevaren die op ons afkomen en daar een antwoord op proberen te zoeken. Okay. En waarom ben je hier vandaag? Vandaag gaan we met de mensen die hier aanwezig zijn een spel spelen. Wat er nou betekent als er een datalek bij je gebeurt? En kun je dat dan goed afhandelen? Weet je wat je moet doen? Weet je waar je naartoe moet? Ben je eigenlijk goed op de hoogte van de spelregels en wat slim is en wat minder slim is? Ben je eigenlijk in de loop? Een datalek? Wat moet ik me er precies bij voorstellen? Ik kan natuurlijk niet heel veel verklappen, nee, maar stel dat je gehackt wordt en al jouw klantgegevens liggen op straat. Tenminste, die dreigen op straat te liggen. Wat doe je dan? En hoe ga je daarmee om? Doe je wel of geen aangifte? Maak je geld over naar die hacken om de spullen terug te krijgen of juist niet? Dat soort zaken. Echt van die hele fundamentele vragen. Ben ik voorbereid erop? Kom ik in een organisatie terecht die weet wat ze moeten doen of juist helemaal niet? Is het wel echt die hack? Want dat kan natuurlijk ook nog wel zijn dat iemand wel iets roept, maar het niet bewijst. Dat eigenlijk, ja. Waarom is het interessant voor jou om dat op een dag als deze te doen, dat spel? Nou, juist als je kijkt naar een samenleving waarbij alles zo snel gaat dat het eigenlijk nooit helemaal af is. Hè? Zoals Martijn Aslander in zijn boek ook zegt, nooit af. Dan is het ook dat daar de gevaren mee komen waar nog niet over is nagedacht. En hoe bouw je nou een samenleving die uiteindelijk helemaal over technologie gaat, op een manier dat het veilig en vertrouwd en correct gebeurt. En een van de dingen die je daarvoor zult moeten hebben is het bewustzijn dat we kwetsbaar zijn. En dat die kwetsbaarheid enorm is. Nogmaals, het ouderwetse tijdperk van industrie is grootdeels over. En we leven in het informatietijdperk. En dat maakt ons enorm kwetsbaar. Dus dat is eigenlijk jouw missie in het leven in het algemeen. Mensen bewust maken van het feit dat we kwetsbaar zijn. Nou, mensen bewust maken van dat we een samenleving bouwen en dat daar dingen voor geregeld moeten worden. En als we dat niet doen, dat aan de ene kant kwetsbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld het risico lopen dat als er verkeerde machthebbers aan de macht komen, eigenlijk iedereen onder druk te zetten is en naar het bestaansrecht kan worden gegrepen. Dus denk bijvoorbeeld aan, mensen maken zich nu heel druk dat Trump aan de macht is. En Edward Snowden zegt dan heel terecht van, ja luister eens, Trump is niet het probleem, maar de infrastructuur die u gebouwd heeft, die onderdrukking mogelijk maakt. Dat is het probleem. Nou, als we dat soort dingen weten en we zien het gebeuren, dan zul je daarna moeten gaan handelen. Dat is wel iets waar je op een gegeven moment wat mee zult moeten gaan doen. En mijn volgende boek, Digitale Stormvloed, gaat heel erg over dit soort problemen. En ook over dingen als, oké, mensen verliezen hun baan als gevolg van een zelfrijdende auto. Mensen verliezen een baan als de blockchain er goed opkomt. Ja, waarom zou ik dan nog een bank hebben? De structuren zijn enorm aan het veranderen. Dat is heel mooi, hè, want technologie neemt dus ons heel veel werk uit handen. Maar het is alleen mooi als we ook bestaanszekerheid hebben. Hoe gaan we dat regelen? Als we daar nu niet over gaan nadenken, ja, dan komen we echt diep in de problemen. En dan is dat ook niet meer herstelbaar heel eenvoudig. Nogmaals de vraag, waarom is het voor jou interessant om dat op een dag als deze te vertellen? Op een permanent beta bijeenkomst? Omdat dit mensen zijn, als je het zo zeg maar, stelt, dan zijn dit de mensen die vooraan lopen, die bezig zijn met die informatiesamenleving. Die misschien gaan denken, oké, hier moet ik ook toch wel even iets mee gaan doen. En als je die mensen over de streep weet te trekken, dan ontstaat er toch een leger van mensen die wel heel erg de vooruitgang nastreeft. Hè, dus niet op de rem gaat trappen. Maar dat wel bewust doet. En op een gegeven moment dus ook wel eens onvriendelijk wordt als het noodzakelijk is om dingen goed geregeld te krijgen. Technologie is enorm leuk als je het maar goed doet. Is het niet zorgwekkend het feit dat je dan dus bij deze voorlopers nog deze boodschap moet vertellen? Ik bedoel, ja, ik zou denken, die moeten daar dan toch eigenlijk al van weten. Die moeten al verder zijn. Nee, ik vind het veel zorgwekkender dat hier niet de voltallige politiek aanwezig is. Dat vind ik zorgwekkend. Niet dat mensen die vooruitstrevend zijn, misschien binnen een totaal speelveld een paar dingen nog niet op de radar hebben. Ook dat hoort bij het delen van kennis, dat je elkaar daarin vooruit trekt. Wat zorgwekkend is, zijn de mensen die hier niet zijn. Dat we nog steeds in een ruimte zitten waar je niet eens met een hele grote groep terecht zou kunnen. Eigenlijk hadden op dagen zoals dit gewoon er 50.000, 60.000 mensen moeten lopen. Dit is waar de samenleving om draait. En het is toch een beetje de periferie nog altijd.
Van dit soort bijeenkomsten. Ja, dit zijn toch het periferie van onze samenleving. In plaats van dat mensen zeggen van nee, dit is waar het gebeurt. Dit is waar het spannend is. En dat is wel zorgwekkend, ja. Dus nee, deze mensen zou ik niet gelijk wat gaan verwijten. Hoe komt het dat er nog niet veel grotere groepen warm voor lopen? Daar is veel onderzoek naar gedaan en het blijkt dat mensen het gewoon niet echt interesseert. Mensen kunnen het zich niet voorstellen en ICT is niet sexy. Het is veel leuker om het te hebben over een bepaalde bevolkingsgroep en je daar heel boos over te maken. Maar niet over dingen die zo dichtbij komen dat het ingewikkeld wordt. En mijn boek heet ook bewust Digitale Stormvloed. Omdat het eigenlijk gaat over gewoon iets wat als golf over je heen komt. Hè? De persoon die op een gegeven moment die tsunami ziet aankomen en die zegt van kijk eens wat mooi. En vervolgens dus om het leven komt omdat die wordt overspoeld. Dat is een beetje wat er gaande is. Dus heel veel mensen zien het niet. En mensen die het wel zien, zullen het ook zo'n groot probleem vinden dat ze niet weten wat ze ermee moeten doen. En dan kun je eigenlijk 3 dingen doen. Je kunt vluchten, je kunt vechten of je kunt verstijven. En wat je in de samenleving ziet, is dat voor de echt hele grote problematieken momenteel aan het verstijven zijn. Dat geldt voor technologie, dat geldt ook voor bijvoorbeeld het watertekort in Afrika. Het zijn van die dingen die, laten we het er maar niet over hebben, want misschien gaat het voorzelf voorbij. Nou, slecht nieuws, gaat niet gebeuren. Is het aan permanent beta om zelf om te zorgen dat er meer bewustzijn voor komt? Of denk je van nou, dat is flauw om dat hun in de schoenen te schuiven? Nee, je kunt het mensen als missie meegeven. Je kunt, een van de dingen bij technologie is dat het gebeurt toch wel. Technologie is niet te stuiten en er wordt over de hele wereld zeg maar een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Dus Dat is een constante. Als je er zelf niet bij betrokken bent, dan mis je op een gegeven moment de boot. Dus wat je nu ziet gebeuren is dat juist de groep mensen die zich hier wel druk over maakt en over andere thema's druk maakt, die organiseren zichzelf wel. En ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat dat zelforganiserende vermogen ook het probleem goed deels gaat oplossen. Als de Nederlandse politiek niet in actie komt, dan gebeurt het elders. Nou, dat zie je in sommige gemeenten gebeuren. Je ziet het ook gebeuren bij Europa. En je merkt bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Nederland doet wel iets in de marge en het komt allemaal heel leuk over. De echte redding komt dan opeens vanuit Europa met hele heldere regels. Waar je ook weer heel veel kritiek op trouwens kunt en moet hebben. Maar in ieder geval, dan merk je dus gewoon dat je op een gegeven moment de boot mist. Dus als mensen niet doorkrijgen dat ze de boot missen, ja, dan organiseren we het zelf. Er zijn talloze voorbeelden van. Ik vind Uber zo'n heel mooi voorbeeld ervan. Van een bedrijf dat gewoon zelf de grenzen opzoekt en daarmee gewoon mensen uit hun tent lokt. En dat zul je steeds meer zien gebeuren. Wanneer ga jij hier vandaag als tevreden man weg? Ik heb geen echt doel gesteld van dit moet er gebeuren om tevreden te zijn. Het feit dat dit wordt georganiseerd is eigenlijk al goed genoeg wat mij betreft. En het feit dat je je verhaal kan doen? Ja, nou is daar geen gebrek aan, moet ik eerlijk zeggen. Want ik doe mijn verhaal heel erg vaak. Maar wat 7-8 keer per week. Wat ik heel cool vind, is dat nu dit spel een keer wordt gespeeld en dat we daar dus zelf 2 slots achter elkaar gebruiken. En dat ik gewoon nu feedback ga krijgen van een gemeenschap die ook zelf heel kritisch is en heel uitdagend is. Dat vind ik wel heel erg leuk. En misschien moeten we nog wat aan geschaafd worden. Dat is leuk. En tweede is, ik ben ook wel benieuwd hoe zij hier tegenaan kijken. Gewoon, ja, bring it on. Het is een ander soort publiek dan je normaal toespreekt. Ja, dat absoluut. Hoe anders? Nou ja, dit zijn mensen die op een heleboel gebieden heel erg bewust zijn. En heel erg denken in mogelijkheden. En dan kom je natuurlijk eigenlijk aan met, breng eens wat restricties aan in die mogelijkheden. Dat is toch anders dan normaliter. In heel veel gevallen, zeker als je het hebt over dingen als beveiliging, wordt het vaak als gezeur gezien. Dat is dus in deze gemeenschap niet. Het is een groep die wat kritischer staat en dat maakt het wat uitdagender. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.